Dat hij meteen in de wedstrijd zat. Ik denk dat dit zijn eerste balcontact is. Dit is gewoon uitstekend gedaan. Geeft je natuurlijk vertrouwen. En wat hier al gezegd is, hij was meteen zeer aanwezig in de wedstrijd. Haakte goed af, kon de bal goed bijhouden. Was aanspeelbaar. Kijk, dit is een heel mooi balletje dat Dennis onhandig over de lijn laat lopen. Hier kiest hij ook goed positie. Ja. Niet zo makkelijk. Hij wilde hem wegleggen in de verste hoek. Goeie actie van Ritz overigens ook over de linkerkant. Kijk hier nog eens, dat is gewoon heel goed gedaan. Op dat toch moeilijke veld. Zijn lichaam gebruikt. In ieder geval iets wat Hans ook heeft, hè, de lange bal geven op een plaats waar die man nog moet komen. Charles de Ketelaar heeft dat eigenlijk ook wel. Hè, als je over passing, om mensen uit te schakelen en dat gevoel om die bal te geven, met zijn linkervoet vooral. Hè. Ook een diepgang, hè, ook belangrijk. En dan om deze daar te leggen en hard en direct snel. En met rechts. Ja, dat is gewoon heel goed gedaan.